Zo, beste mensen, vandaag deze PowerPoint-presentatie speciaal voor jullie. Omdat Erbafje Theo Werbots bekommerd is om jullie psychisch, fysisch en financieel welzijn. Iedereen wil gezond zijn, maar de realiteit is helemaal anders. Als men nu ziet, op mijn suikerziekte is gezondheidsramp. De laatste 10 jaar is diabetes met 700% toegenomen. Bekijk maar al de andere artikels hier en u weet genoeg. In onze maatschappij hebben we steeds meer en meer last van overgewicht, gebrek aan energie, diabetes, cholesterol, dementie, spijsvertering, depressie, hart- en vaatproblemen en noem maar op. Onze levensstijl is veranderd, minder actief en veel meer stress, altijd maar sneller en steeds meer. Overdaad aan informatie, oplopende administratie. Als men hier kijkt, een fitnesscentrum, de mensen gaan er met de wagen naartoe en ze gaan met de roltrap naar boven om even fitnesskunde te doen. Boodschappen met de wagen, kinderen met de wagen naar school. We zijn steeds minder actief als men hier beneden zit en meer onder stress als men hier boven zit. Er staan dagelijks ook enorm lood aan meer en meer schadelijke stoffen binnen en buiten. Als men nu ziet, uitlaatgassen, al de producten die er in ons water terechtkomen, al de bestralingen van gsm's, internet, noem maar op. Maar al die bestralingen die uitlaten en dergelijke, dat tast onze celwanden aan. Ook producten, schoonheidsproducten, dat past allemaal ons immuunsysteem aan. Als men nu kijkt naar de evolutie van onze voeding, de waardes die er in eten zaten in 1985, 1996 en 2002, als men ziet bij calcium bijvoorbeeld in broccoli, dat is van 103 teruggevallen naar 28. En dat is dan een presentatie van in 2002. Als men ziet op zo'n korte tijd alles zo gezakt, hoe zal het dan nu zijn? Kijk ook een keer naar de andere waarden, bonen, aardappel en noem maar op. Onze voeding is helemaal uit balans. En als onze voeding uit balans is, is ons lichaam ook uit balans. Wat is er te veel in ons eten? Te veel verzadigde vetten, enkelvoudige koolhydraten, koffie, alcohol, suiker en zout, kleur, geur en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, gifstoffen, bestrijdingsmiddelen, hormonen en noem maar op. Aan de andere kant is er te weinig plantaardige eiwitten, meervoudige koolhydraten, vitamine, mineralen en sporenelementen, essentiële vetenzymen, voedingsvezels, water. De statistiek van het WHO, het Wereldgezondheidscentrum, dat is hier een officieel rapport, dat stelt vast dat 70% van onze gezondheidsklachten voedingsgerelateerd zijn. Daardoor is het in feite niet meer weg te denken dat we voedingssupplementen moeten nemen. Herbalife in combinatie met een verantwoord eetpatroon en een actieve levensstijl. Daar ga ik iets meer over zeggen. We zijn begonnen met het programma Afslanken. Dat is bekend bij de meesten van jullie, maar we hebben ook andere. Gezond ontbijt, energie en vitaliteit, aankomensprogramma, Herbalife, het 24 uur sportsprogramma. Daar zal ik straks een link van in de site leggen waar u uw eigen programma kunt samenstellen. Al naar gelang het sport dat je doet, de intensiteit dat je doet en noem maar op. Maar dat is een aparte link. En we hebben ook onze uitverzorging, onze aardproducten en noem maar op. Als we hier zien bij traditioneel ontbijt, dan gaat de suikerspiegel in één keer enorm omhoog. Rond een uur of 10 zakt
dat terug. En zo gaat dat elke keer terug omhoog. Als men terug een snack neemt van chocolade en zo. Een tijd nadien terug uitgewerkt. En dan gaat dat terug omhoog. Maar wat is dan het geval? Suikerspiegel stijgt door onze pancreas. Wordt het insulinegehalte omhoog gedraaid. En we zitten ook met die curve. Maar dat heeft ook enorm heel veel invloed op ons energiepeil. Als we geen ontbijt nemen, loopt het andersom. We beginnen zonder energie, de suikerspiegel stijgt. Als men rond 10 uur bijvoorbeeld een snack eet, maar men wil denken, geen ontbijt. De meesten denken, 's nachts, ons lichaam verbruikt niks, maar ons hart blijft kloppen, onze ademhaling blijft gaan. Dus hetgeen dat we 's avonds gegeten hebben, die energie is morgens opgebruikt en we beginnen zonder energie en dan zo naar het werk. Dus moet je niet verstomd zijn als de mensen om 10 uur futloos beginnen te worden. Het onzichtbaar gevaar, inwendig vet. Hier ziet u het verschil tussen iemand met een lager gewicht en iemand met een hoger gewicht. Als men hier kijkt, iemand met heel veel vet, hoe dat de ingewanden, arten en alles ingebed liggen in het vet, dan kunnen je zich voorstellen hoe ongezond het is. Ook het gewicht op de gewrichten, dat kan heel fataal zijn. En zelfs achteraan het vetgehalte dat onze hersenen samendrukt en dat ook een negatieve invloed kan hebben op onze intelligentie. Herbalife is een heel speciaal bedrijf. Onze stichter, zijn moeder, dat was een actrice en zij is jaren geleden gestorven aan een overdosis van afslankingsproducten en dergelijke. En hij heeft toen het besluit genomen om te zeggen, kijk, ik ga iets heel anders produceren dat minder schadelijk is. En daar is Herbalife ontstaan. We hebben miljoenen tevreden gebruikers. Gespecialiseerd in innerlijke en uiterlijke voeding. Op de markt sinds 1980, in Nederland sinds 1992. Nu zitten we al aan veel meer dan 88 landen. Wij zijn in orde met de megadosiswet en etikettenwet, beursgenoteerd. Wij hebben een 30 dagen niet tevreden geld teruggarantie en de omzet van 5,4 miljard... die is onlangs nog enorm gestegen en dat in tijden van crisis. Dan zien we hier ook enkele van onze mensen, dat zijn nog niet de minste. Daar zijn onder andere de Nobelprijs geneeskunde bij betrokken die allerlei opzoekingen doen om nieuwe producten te creëren en oude producten beter aan te passen. Herbalife met het 24 uur programma, als men ziet welke mensen, iedereen zal deze wel kennen en zo zijn er tegenwoordig nog veel meer die allemaal de sportproducten nemen. Ook zijn we de sponsor van de Rode Duivels geworden en sinds dat zij gesponsord worden door Herbalife, de eerste match die ze gedaan hebben, dat was tegen Nederland en sinds toen hebben ze meer verloren. En iedereen weet hoe ver dat we nu staan. Wij gaan binnenkort naar Brazilië. Wat ook heel belangrijk is, dat we voldoende drinken. De meeste mensen drinken meer genoeg. En water is nogthans nodig. Het reguleert de temperatuur van het lichaam. Onze hersenen zijn voor 75% uit water. Transport van voedingsstoffen en zuurstof naar de cellen. Bevochtige zuurstof voor de ademhaling. Helpt omzetten voeding in energie, beschermt, dempt organen, helpt lichaam bij opname van voedingsstoffen, 75% van de spieren bestaat uit water, het dempt de gewrichten tegen schokken, 22% van onze botten bestaat uit water en het verwijdert de afvalstoffen en 83% van ons bloed bestaat ook uit water. De mensen drinken gemiddeld maar 1,5 liter water en 1,5 liter koffie, terwijl dat men in feite 1,5 à 2 liter per dag nodig heeft.
Een voorbeeld van onze prijzen en onze voedingsprogramma's. Hier ziet u de prijzen van een gezond ontbijt waar alles in zit, alle aminozuren, alle mineralen, alle vitamine, alles volledig compleet. En dat kost per maaltijd 3,50 euro. Voor een compleet ontbijt. Je kunt de andere zaken ook eens bezien. En dat bestaat dan uit een F1-formule, waar ongeveer alles in zit. Dat bestaat dan uit bijkomende aminozuren, vezels om onze darmen te stimuleren, bijkomende vitamine, een speciale thee, cellulose om het vet te verbranden en dan nog onze thermocompleet. Hier zie je een testimonial van de personen die me deze presentatie bezorgd hebben. Dat was tijdens haar zwangerschap en dat was korte tijd erna. Traditionele herbalife ambassadeur.